De motorsurveillance dienst MSD van het Korps Politie Suriname wacht op een nieuwe beschikking in zaken het zwaar transport over de Weilen-Bosbrug. Het concept is op dit moment in behandeling op het ministerie van Justitie en Politie. Er kwam een dringende noodzaak voor aanpassing van het concept zwaar transport toen 2 weken geleden de remmen van een met hout beladen truck het begaven en diverse auto's ramden, met als gevolg dat 1 persoon overleed en diverse anderen gewond raakten. Hoofd van de MSD, Christian Burleson, geeft aan wat de afspraken zijn in afwachting op de goedkeuring van de nieuwe regelgeving. Er zijn wat opdrachten gegeven die wij zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Wachtende totdat die nieuwe beschikking bekendgemaakt is en getekend is, werken wij nog steeds met dat men moet bellen met de afdeling, zodat zwaar transport, want de wet praat over zwaar transport, dan over de Weilen-Bosbrug mag gaan. Want de zwaar transport, je hebt verschillende categorieën, maar eenvoudig, laten we het eenvoudig nemen. Alle grote trucks met een lading behoort tot zwaar transport. Ook water, benzine, stenen, grind, alles. Men moet een afspraak maken, zoveel mogelijk. En dan wordt men geholpen, veilig naar de overkant. De inspecteur weet dat andere verkeersgebruikers nu last ondervinden wanneer voertuigen met behulp van de MSD over de brug moeten, maar wijst erop dat deze maatregel op basis van veiligheidsoverwegingen wordt toegepast. Ook de ondernemers zelf die de brug over moeten ondervinden last, doordat de dienst niet op stel en sprong de begeleiding kan doen. Ze ondervinden er last van als ik naar die telefoontjes luister. Omdat bij wijze van spreken, iemand belde me vanmorgen, er moet gestort worden in Kommerwijnen. De cement truck is al richting Kommerwijnen, maar hij kon niet over. We moesten kijken wanneer we hem konden helpen. En zo iemand ondervindt wel schade. Burleson meent dat indien voertuigen die voor zwaar transport worden ingezet voldoen aan de wettelijke regels zoals keuring en het toegestane gewicht op de truck, zij gerust de brug over kunnen. Indien het concept wordt goedgekeurd, zal in het vervolg het zwaar transport uitsluitend tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens mogen plaatsvinden.